het aansluiten van het netsnoer op de omvormer. Ik zat al te kijken hoe je dit eraf krijgt, maar dat blijkt gewoon eraan trekken te zijn. En hij kan er ook weer op. En in het boekje, in de beschrijving, staat dat er twee mogelijke connectors bij zitten. En ik heb deze. En het kwestie van dradenstrippen, overeenkomstig de lengte die er staat. En dan hierin. Dat is wel even kijken wat er staat. Want er staat op, als je hem zo houdt, staat er links een L. En hier een N. En hierboven staat bij allebei een aartekentje. Of in ieder geval een aartekentje en een G. Dus dat je er even goed op let met het aansluiten hiervan. En dat moet gewoon met een kruisschroevendraaier worden aangedraaid. En daarna klik je deze erop. Dan zetten de weerhaken en zetten de boel vast. En dan is deze gewoon met de hand stevig aandraaien. Dan klemt hij hier om de kabel. En zo ziet het er geassembleerd uit. We trekken de stop eraf. En hij heeft een platte kant hier. En deze heeft ook de platte kant hier. Dus hij past erop. En dan moet je wel vrij ver duwen. Wil je hem dus inderdaad helemaal aan de onderkant hebben. En dan kan je die onderste ring, maar een vrij klein stukje draaien valt me op. Ik heb al harder gedraaid, maar het is maar een klein stukje en dan zit hij toch vast. En als je hem terug doet, dan kan hij er wel uit. Dus het is wel een goede blokkade, maar het is niet een duidelijke klik. Nou, dat is deze connector. De AC kan worden aangesloten. Als alles verder ook gereed is. En het volgende is de communicatieterminal. Dat is deze. Ook een dopje. En daar hangt een label aan. Waarop staat dat die echt aangesloten moet zijn voordat je de boel in gebruik moet stellen. Kijken we in het boekje. Blijkt dat daar een pagina is voor Australië only. En voor Europe only. En dat heeft iets te maken met een remote shutdown mogelijkheid. Dus kennelijk kan je hem op afstand aan en uitzetten. En daar zit al een jumper op de betreffende pootjes 4 en 5. En ze hebben het hier ook over pootje 4 en 5. Dus ik denk dat die dus kort gesloten moet zijn om verbinding te kunnen maken. Het aparte is dat er ook nog hier tussen 8 en 7 iets zit in een krimpkousje. Maar ik denk dat dit een weerstand is. En als ik dan kijk wat dan die 7 en 8 is, dan heeft dat beide te maken met de RS485. De ene is de min en de andere is de plus van de RS485. Dus ik denk dat dat een soort dummyload vormt. Ik ga er gewoon niet aan zitten. Ik laat hem zo. En omdat op de doos ook al de waarschuwing staat van let op dat je hem wel plaatst voordat je de boel aansluit, anders werkt het niet, ga ik het maar gewoon aansluiten. Connector, komt dus verder geen kabel in bij normaal gebruik. En hij kan er maar op één manier opgeschoven worden. En dan klikken deze klikzaken, klikken in de openingen. En dan is die klaar en dan kan die er gewoon op. Dat is het eigenlijk wat dat betreft. Hou er trouwens wel rekening mee dat als je hem erop doet, dan zitten hier ook weer haken. Dus dat hij dan ongetwijfeld klik zegt en dat je hem er weer met moeite af kan krijgen. Dus zolang die nog niet is geïnstalleerd, laat ik ze er gewoon nog even af. Want dan kan het ook niet afbreken of zo. Dop je er dus weer op totdat hij helemaal gemonteerd is.
En dit toeltje zal ongetwijfeld zijn om hem er weer af te kunnen krijgen en om de connector uit elkaar te halen. Maar dat hoeft dus eigenlijk niet. Maar goed bewaren. En als laatste hebben we de wifi module die meegeleverd is. Het is een USB. En ja, eerst maar eens even het boekje erbij lezen. En dit is toch echt zo'n beetje het laatste wat aangesloten wordt, wat mij betreft, als alles verder is aangesloten. Want de zonnepanelen moeten er uiteraard ook nog aan. Eerst het boekje maar eens even goed kijken wat daar allemaal over in staat. Niet zo ingewikkeld dus allemaal. Deze connectors op deze posities. Wel eerst even meten of hier echt plus en min goed uitkomt vanaf de zonnepanelen voordat je die aansluit. En hier helemaal rechts komt nog een massadraad, aarddraad. En dan gaan we verder met de volgende stap. Het werkelijk aansluiten en in gebruik nemen van het apparaat. Tot de volgende keer!